Ankie Leatemia, trainer van TSC 1. De ploeg uit Wijchen die hier kwam voetballen, ze kwamen voor een punt. En dat is gelukt. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Kijk, wij hebben hier geprobeerd om te winnen. En zij hebben zich eigenlijk ingegraven. En een puntje mee teruggenomen naar Wijchen toe. Dus goed gedaan. Zondag 14 september voetbalde TSC thuis op de Lok tegen AWC uit Wijchen. Deze club wilde er op de Lok geen wedstrijd van maken. De ploeg, die net als TSC via de na-competitie naar de E-hoofdklasse was gepromoveerd, trok zich massaal terug op eigen helft. Zodoende had TSC veelvuldig balbezit en in een hoog tempo werd geprobeerd om AWC kapot te spelen. Dat leek te lukken, alleen werden de doelpunten van Joel Sanaki in de 20e minuut en Curtly de Wind in de 30e minuut afgekeurd. Ja, maar kom op, jongens! Wat vond je van het spel van TC? Nou, van het spel van ons was op alles ja, best wel goed. Alleen ja, we missen de doelpunten. En of het nou onterecht is of niet terecht is, die doelpunt op buitenspel, kan ik niet beoordelen. Maar wat ik wel van, ja, je hebt die drie mensen nodig, de scheidsrechter en de grensrechters. Ja, en als die bepalen dat het een buitenspel is, ja, dan zal het zo wel zijn. Je zegt het zelf al, de afronding, daar miste het vandaag aan. Het heeft misschien ook wel met pech te maken, hè? Ja, als je ziet in de laatste 10 minuten dat Sven die bal nog schiet op goal. Dat is gewoon een normaal doelpunt. Ja. En als de keeper dat toevallig valt en dan krijg je de bal tegen de been aan en voorkomt zo een doelpunt, ja, dan is het gewoon domme pech, ja. AWC kwam nauwelijks in de buurt van het doel van de TSC-doelman Sebastiaan van der Sman. Na de pauze veranderde het speelbeeld nauwelijks. TSC drong aan, maar miste het nodige geluk en nauwkeurigheid om AWC te verslaan. Het dichtst bij een treffer, 5 minuten voor tijd, was verdediger Sven van Inge, die door TSC-trainer Hanky Leatemia naar het front was gestuurd. Hij nam een voorzet van rechts van die invaller Jeffrey Arens ineens, maar de doelman van AWC lag in de weder gevoel bij de spelers van TSC en de trainer. Al met al, de eerste 2 wedstrijden, 4 punten. Tevreden trainer? Nee, want we hadden hier gewoon moeten winnen. Dan ben ik niet blij, nee. En wat gaat TSC daaraan doen? Gewoon weer hetzelfde als normaal. Lekker weer trainen en volgende week weer een wedstrijd. En dan alles weer erom doen om te winnen. Zie je wel vooruitgang, ook op de trainingen, qua instelling, qua beleving? Ja, daar ligt het niet aan. De instelling en de beleving van de spelers ligt er niet aan. En ze proberen ook hun best te doen. Alleen ja, vandaag hebben we een beetje pech gehad in de afronding. Ibo, alles kan. De aanvoerder van TSC, jij kunt niet tevreden zijn. Nee, wij zijn zeker niet tevreden. Wij willen gewoon hier thuis ook vooral zeker winnen. En voetballend waren ook zeker de betere. We hadden dik verdiend om te winnen.
Maar ja, het is op de een of andere manier ging die bal ook niet in. Nee, het zat er vandaag eventjes niet in qua scoren. Het spel van de tegenstander uit Wijchen, ze kwamen hier ook niet om te winnen en om te voetballen. Hè? Nee, dat bleek ook wel naar de wedstrijd. Als je ze hoort, als je ze hoort juichen naar een 0-0 wedstrijd, dan zegt dat wel genoeg waarvoor zij zijn gekomen. Dat hebben ze bereikt, zeg maar, met hun spel. Voor hunzelf was dat wel goed, maar ja, het was natuurlijk geen voetbal, nee. De scheidsrechter, hoe heeft hij gefunctioneerd in jouw ogen? Nou, ja, qua hele cruciale moment had hij belangrijke beslissingen. Want hij kwam heel nadelig uit voor ons, heb ik hem ook naar de wedstrijd verteld. Maar ja, voor de rest was hij wel oké. Maar die cruciale momenten die moet gewoon goed zijn. Ja, dat was gewoon slechte beslissingen. Maar TSC had natuurlijk ook zelf moeten scoren. Hè? De kansen genoeg gehad. Absoluut. We hebben zeker kans gehad. We hebben het eerst zelf vooral laten liggen, denk ik, met die eindbasis ook. Dat het elke keer net niet was. En dat was ons echt kostbaar. Dat is nog kostbaar geworden. De laatste keer dat Sven schiet hem dan goed binnen. Maar ja, dan komt hij tegen de voeten van de keeper. Dat soort dingen. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon niks geworden. Dat gaarse spel in de laatste linie, waar komt dat door? Sorry? In de laatste linie, ja, dat die passing net even mist. Te gehaast. Waar komt dat door? Dat we te graag te snel die doelpunt willen maken. Zodat we echt met een 1-0, 2-0 en dan moeten ze natuurlijk ook komen. En dan kunnen we uitgaan naar die 2-3-0. Want hoe langer het 0-0 blijft, dan blijven ze eigenlijk achteroverleunen. Want zij gewoon fysiek heel goed in elkaar zaten met die lange bal. Je haalt ze gewoon elke keer natuurlijk. Maar ja, snelle doelpunt was voor ons heel verdedigend. Dat wouden we iets te graag vandaag in de eerste helft. Alles bij elkaar. De wedstrijd moeten we dan maar zien als leermoment? Ja, dat we nog een stapje erbovenop moeten doen om zulke tegenstanders te weten te winnen. Want zulke tegenstanders zullen we wel meer te krijgen, denk ik, ja. Remco Bisentini, de trainer van ABC uit Wijchen. Een blij man, denk ik, met een punt naar huis. Ja, vooraf zou je er misschien voor kunnen tekenen, is natuurlijk te groot. Maar je hoopt wel op een prima resultaat hier. Ja. En gezien de wedstrijd en gezien twee teams ten opzichte van elkaar, ja, ben ik wel blij met het punt. Van tevoren, was er angst voor de Tielse club? Nee, totaal niet. Want wij proberen ons eigen spelletje te spelen, maar ja, we hebben doorgenomen natuurlijk hoe een tegenstander speelt. En dat weten we ook. Ja, je hebt hier te maken met een ploeg waar 6, 7 jongens in spelen met een bepaald verleden. Ja, en wij hebben natuurlijk een elftal met jongens uit eigen gelederen. En die flow is er niet, of tenminste is minder als dat je een ploeg hebt waar je 8, 9 nieuwe spelers krijgt. En daar heb je dan mee te dealen, zeg maar. Als je de wedstrijd beschouwt, weinig kansen gecreëerd, jullie? Ja, maar misschien wel net voldoende. Want als je een beetje geluk hebt, dan loop je hier ook nog weg met de overwinning. Maar er zat ook niet meer in, als je het hebt over het aanvallend spel van ons. Want we zijn prima in de organisatie, of tenminste hebben we kunnen spelen gedurende 2 keer 45 minuten. De jongens zaten ook helemaal stuk. Hè, want er komt iets anders bij kijken als dat je alleen maar aanvallend op de helft van de tegenstander je ding kunt doen. En dat is natuurlijk de verdienste van Tech, maar organisatorisch vind ik dat wij het prima gedaan hebben. Want Tech heeft ook niet de mogelijkheid gehad om echte kansen te creëren om gevaarlijk te worden. Ze hebben er misschien 1-2 gehad, ik zie je knikken, maar je moet Die bal op het eind, waar de keeper toevallig nog even ervoor duikt, voorvalt, ja, dat was toch een grote kans? Ja, vind ik wel een kans, maar de keeper staat er ook niet voor niks en hij pakt vaker van dit soort ballen. En daar heb je ook mee te dealen. Kijk, als je de andere kant bekijkt, in de laatste fase van de wedstrijd, met onze aanvoerder, met een uitgespeelde kans, die de keeper van Tech pakt, onder een hoek. Onze spits die een schuifeltje wil maken, rechts onder een hoek van de keeper van Tech. Ja, ja, klopt. Hij had er zo in kunnen rollen. En dan ga je ook met de winst naar huis. Ja, ja. En dan zou ik, dan was ik echt blij geweest als je het hebt over tactisch een wedstrijd spelen en dan de mogelijkheden die je krijgt, want je krijgt misschien maar 1 of 2 van dat soort momenten. Ja, als je die dan benut, ja, dan hebben wij het goed gedaan. ABC is ook gepromoveerd, evenals TSC. De verwachtingen voor dit seizoen? Ja, goed, iedereen heeft natuurlijk altijd over handhaven en ik vind dat allemaal, TSC heeft uitgesproken dat ze gewoon top 5 mee willen spelen. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Normaal gesproken, als je dan promoveert, dan heb je het over de handhaven. Tuurlijk willen wij dat, maar We willen ook graag voetballen en we willen ook als het kan iets betekenen in de hoofdklasse. Kijk, we gaan niet elke wedstrijd met de rug tegen de muur.
Kijk, vandaag zijn we bij vlagen gedurende de wedstrijd best wel achteruit gedrongen. Maar het is ook een kwaliteit om dat vast te kunnen houden. Snap je? Normaal gesproken krijg je er eentje tegen. En dan wordt het ook tegen dit soort ploegen 5-6, misschien wel 7-0. Dat zou ook kunnen, maar... Ik denk dat wij nu wel te maken hebben gehad met een van de sterkste tegenstanders in de hoofdklasse. En dat er voor ons absoluut wat te halen is. Ja. Lekker naar huis en op naar de volgende wedstrijd. Ja, zeker weten. En geweldig om hier te mogen spelen. En tegen een prima ploeg als Tech.